dit is niet te doen! Niet weggaan allemaal! We hebben gratis boba! Wat? Heeft iemand Prins Pi gezien? Oké, dit is niet goed. En het lijkt erop dat ik dit op zal moeten lossen. Alleen, ik heb echt geen idee hoe ik dat moet doen. Wacht, ik heb beloofd dat ik niet weg zou rennen. Ah, ik ben een oorbel kwijt. Maar als je erop staat... Oh! Is dat Prins B? Sommige dingen veranderen ook nooit. Ga jij maar gauw achter je broertje aan. Dan kijk ik wat er binnen aan de hand is. Gewoon een klein tegenvalletje. Maak je geen zorgen. Alles zal spoedig weer helemaal normaal zijn. Wow! Waar is de thee? Dit is gewoon boba en lucht. Gracie! Hier zo! Kijk uit! Smack! Oh, wat fijn om jou te zien. Wat is er hier gebeurd? Nou, we waren ons gewoon aan het voorbereiden op onze show. En Prins B zei dat alles mogelijk was, dus... Heel misschien heb ik wat zekeringen hier en daar doorgebrand met mijn lichtshow en... Ik heb misschien de leidingen verknald door het binnen te laten regenen en... Nu is het winkelcentrum gesloopt! Was het jullie al opgevallen dat Angles hier ook is? Oh, dat meen je niet. Het is geen filter. De stroom viel uit 15 minuten geleden. Ik verzwikte bijna mijn enkel toen ik naar het café liep en in mijn boba thee ontbreekt de thee. Nu is het gewoon boba air. Goldie! Een betere naam zou zijn The Mall of Disasters. Hashtag Mall of Disasters is nu al trending. En ze heeft mega veel volgers. Ja, als zij een slechte recensie schrijft, zijn we geruïneerd. En ik heb het café nog maar net geopend. Ik wil het niet nu al hoeven sluiten. We kunnen haar vast van gedachten laten veranderen. Maar dan zullen we wel iets speciaals moeten doen. Wie van jullie heeft er zin in een gratis show? Ja! Ik heb een idee. Maar ik heb wel een beetje hulp nodig. Niet te geloven dat je iedereen weer in de steek hebt gelaten. Je had me beloofd dat je dit af zou maken, Prins B. Ik laat ze niet in de steek. En waarom ben je dan hier buiten in plaats van iedereen binnen te helpen? Midnight Kid had een idee hoe we alles konden oplossen, maar... Er is een klein probleempje. Ik ben de sleutel van de meterkast kwijtgeraakt. Sorry, wat? Ik weet het. Dit was een vreselijk idee. Hoe haalde ik het in mijn hoofd om deze plek te kopen? Ik kan dit helemaal niet. Ik kon mijn Ultimate Frisbee Team niet eens bij elkaar houden. Ik dacht echt dat ik hier iets speciaals van kon maken. En ik wilde bewijzen dat ik niet alleen maar het broertje van Royal B ben. Ik kan de dingen die jij doet ook. Ik wil je trots maken. Tuurlijk ben ik trots op je. Jij bent mijn broer. Je hebt alleen wat slechte gewoontes. Zoals wanneer je een episch idee hebt, een fout maakt en dan wegrent voordat je het kunt oplossen. Maar dit keer was ik echt niet weggerend. Ik geloof je. Oké. Aan de kant. Goeie poging. Hey. Weet je nog dat dansje die we verzonnen hadden toen we 6 waren? Ja. Oké. Woe. Yeah. Goed bezig, Prins B. Oh, yeah. Dikke moves, Royal B. Het is ons gelukt. Ja, en hoe? Goldie! Lift me up when I'm not okay. I can count on you, you always know just what to say. And I know that when I need you, you're not far away. I can count on you. I can count on you. Nobody loved me like my sisters do.
girls. Dank jullie wel. Dank je wel. En dit is nog maar een klein voorproefje van wat jullie hier allemaal te wachten staat in de Mall of Surprises. Dus blijf op de hoogte. Oh, dit krijg ik er nooit meer af. Maar het was het allemaal meer dan waard, of niet soms? Ik heb net een geweldige geïmproviseerde show gezien in de Mall of Surprises. Ah, dat zijn wij! Als je zin hebt in een super tof dagje uit met vrienden, mag je dit niet missen. Het is ons gelukt. Weer een crisis, ontweken. En ik heb zo'n vermoeden dat jouw zaak nu weer heel erg goed gaat lopen, old girl. De plicht roept. Kijk, daar is Royal Bee. En ze heeft Prins Bee gevonden. Ik dacht dat je alleen maar praatjes had, maar de show die je vandaag gaf was echt indrukwekkend. Benieuwd hoe je dit de volgende keer overtreft. Volgende keer? Welke show? Wij hebben net volledig de dag gered. Graag gedaan. En ook onze excuses voor, je weet wel. Ik had een betere leider kunnen zijn, maar we geven niet op. De volgende keer gaat alles beter. Ik weet niet hoor. Engels lijkt de chaos wel leuk te vinden. Dus ik denk dat dat nu jouw brand is. Ik bedoel, je noemt het niet voor niets de Mall of Surprises. Oké, dat is waar. Maar de volgende keer moet er wel wat structuur in de chaos zitten. Dit gaan we niet nog een keer zo doen. Aw, kijk jou nou toch eens een geboren leider zijn. Stop. Kom terug hier. Zo kan ik wel weer. Ik weet wel dat je van me houdt.